Yo, what up, gasten. Zoals je kan zien, ik zit nu een keer, want dit wordt een iets makkelijkere derde video voor mij. Ik heb hier namelijk twee bakjes staan. Eén leeg en eentje is vol met ijsklontjes. En waarom is die vol met ijsklontjes? Nou, twee redenen. Het is zomer en Chubby Bunny is cool. Voor de mensen die Chubby Bunny niet kennen, het is de bedoeling dat je zoveel mogelijk marshmallows in je mond doet. En na elke marshmallow zeg je Chubby Bunny. Als je het niet meer kan zeggen, is het game over, finito, de benen uit. En nu leek het mij wel leuk om het met ijsklontjes te doen, zodat mijn bek ook nog een keer bevriest. Godverdomme. Zo echt heel koud. Shit. Ik heb hier 15 ijsklontjes en ik ga voor de 10 ijsklontjes in mijn mond en Chubby Bunny. Let's go! Chubby Bunny. Oeh. Oeh. Ah. Nou, ik heb nu één ijsklontje al verneukt en ik stel mijn doel iets bij, ik denk dat ik er 5. Als ik 5 ijsklontjes, dat is ook fucking knap. Misschien denk jij thuis wel gewoon van, wat de fuck is dit, Bart? Je durft niet. Maar ga jij thuis eens proberen dan? Probeer jij thuis een heel bakje ijsklontjes in je mond te douwen. Poging 2. 1, 2, 3, 4, 5 op mijn hand. En dan ga ik heel snel proberen. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Oh. Oké, gast, ik heb nu sowieso de 5 gehaald. Ik ga nog één keer voor de 6. En je moet ook begrijpen, er passen er maximaal 5 in mijn mond. Zoals je kon horen bij ongeveer de 5e ijsklontje daarnet. Ik kon bijna geen Chubby Bunny meer zeggen. Ik moet zeggen, dit vind ik heel leuk verzonnen. Ik bedoel, dit moet je zelf thuis ook proberen met vrienden of zo. En niet in je eentje voor een camera. Poging 3 voor een nieuw record. Alles ligt weer op mijn hand. Here we go. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Oei, zeg. Je voelt gewoon als je zoveel ijsklontjes in je mond hebt, dat je wangen dood willen gaan. Die wangen die hebben echt zoiets van, ik wil dit niet, ik wil dood. De tafel is ook gewoon nat. Sorry. Oh, fucking hell. Dit was de derde video voor deze week. Dus ja, ik hoop dat je ervan genoten hebt. Ik hoop dat je het tof hebt gevonden. Doe dan een duimpje omhoog. Als jij ditzelfde spel wil doen met je vrienden, helemaal top. Zet even in de reactie beneden hoe het bij jou ging. Maak dus nooit een videoreactie. Ik ben benieuwd. Ook kan je deze video gebruiken om te delen met je vrienden. En laat zien hoe het spel is. Want ik weet zeker, jullie vinden dit een tof spel. Doe een duimpje omhoog. Deel deze video met je vrienden. Abonneer ik kan hierboven. Het kan ook ergens anders. Maar dan ben je niet op mij geabonneerd. En ja, dan check ik jullie later. Banjero! Voor ons om te stellen straks. Aan wie? Aan de mensen die jullie dat willen. Dat is echt een hele duidelijke beschrijving.